In de Alleskunner spelen 100 kandidaten 99 spellen om te bepalen wie de man of vrouw is die alles kan. Elke opdracht valt er één kandidaat af. De persoon die elke keer niet de slechtste is en daarmee alle opdrachten tot een goed einde brengt, wint een jaar lang gratis leven en staat vanaf dat moment bekend als de Alleskunner. Beste kandidaten, jullie zijn met 100 man en dat is veel te veel. Er moet zo snel mogelijk één van jullie deze groep verlaten. Daarom is de eerste opdracht simpel. Boven jullie hoofden hangt een bak met stuiterballen en die vallen straks tegelijk naar beneden. Vang allemaal één stuiterbal. Maar let op, jullie zijn met 100 en er zijn maar 99 ballen. Wie geen bal weet te bemachtigen, stuitert ook uit het spel. De tactiek die ik sowieso heb is niet laatste worden. Dat is ook eigenlijk de grootste angst van... Wat nou als ik de eerste uitval? Ja, dat zou enorm zuur zijn. Ja, ik roep altijd tegen iedereen dat ik alles kan en alles wil kunnen. Dus als ik als eerste aanval, dan zal dat heel pijnlijk zijn, ja. Kandidaten, opgelet. 3, 2, 1. Dat de zwakste mogen verliezen. In die hoek op een gegeven moment, dan zie je wel een bal. Maar als er drie mensen opduiken, ja, dan kom je er niet eens bij in de buurt. Je kan afwassen, ik kan stofzuigen, ik kan naaien, ik kan banden plakken, ik kan verdorie alles. En een stuiterballetje pakken, dat zou niet lukken. Ja, dat is onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Bart, jij kunt niet eens een bal vangen die recht op je afkomt stuiteren. Jij bent dus geen alleskunner en moet het spel nu verlaten. Tot nooit meer. Voor alle anderen gaat de strijd gewoon verder. Jullie zijn dus nog met 99.